Vicepresident Michael Ashwin Adin heeft op een onlangs gehouden bijeenkomst met de actoren van het bedevaartsoord De Weg naar Zee voorgesteld om een multifunctionele zaal te schenken. Dit in het kader van de wederopbouw van het bedevaartsoord, waar er enkele maanden terug een felle brand gewoed heeft, welke een aanzienlijk deel in de as legde. Het gebouw is zeer belangrijk voor ons. Het zal een gemeenschappelijk iets zijn. We hadden eentje wat afgebrand is en dit een multifunctionele ding, het karakter had het. Waarbij mensen het gebruikten om huwelijken te houden en andere kerkdiensten, grote diensten. En ze mochten het vrij gebruik van maken. En, het is heel belangrijk dat dit moet zijn. Bij een tempel hoort zo'n loos bij. Hè? Dus als het wordt gepredikt, dan kunnen mensen daar zitten en luisteren naar de sprekers. Hè? En, dus het hoort bij de tempel en daarom is het zeer, zeer belangrijk dat zo'n gebouw komt. Ja. Het gaat een multifunctionele karakter hebben. Het gaat niet altijd voor de Hindustanen. Iedereen die een religie dag wil houden hier, is vrij. Ja, daarvoor is het eigenlijk. Het is niet voor één groep alleen. Dat voor mij, van mijn kleur. Nee, iedereen van elk geloof, er is één God. Iedereen doet het op hun manier. Dus ik heb helemaal geen bezwaar voor altijd. Niet dat het gebouw is. Heb ik altijd geen bezwaar dat ook andere Surinamers van andere bevolkingsgroepen ook komen. En ze gaan ook vrij hier zijn mogen komen. Dat is het karakter van die zijn. En de tweede vraag van u, wat ik wil. Het kamp gaat komen, loos gaat komen, een huis gaat komen. Ik doe beroep, ik vraag aan de gemeenschap. Onze toiletgroep is al afgebrand. Laat de gemeenschap ook een beetje komen helpen om die toiletgroep op te bouwen. Dat is, als zoveel mensen hier komen, toilet is zeer nodig, heel hard nodig. Dus dan doe ik een beroep, is een vraag, is een verzoek aan de gemeenschap. Laat ze mij daarmee helpen. Het is voor hun, is voor hun kinderen, is niet van mij. En natuurlijk is het huis afgebrand. Er waren veel huisinboedelen met veel gereedschappen erin. En zo. Al die dingen moeten nu gekocht worden. Bijvoorbeeld 1000 stoelen, mijn auto is afgebrand. Ik moet ook een auto hebben. Nee, ja? Een vervoer moet er hier zijn. Dus al die dingen moeten we nog gaan kopen. Dus dat is een... Dat nu, het is zover dat het los gaat komen, die mensen gaan zien, die gaan horen. En dan komt die andere dingen automatisch. Dan pas gaan, nu pas gaan ik de beroep op de gemeenschap. Ik had een afwachtende houding genomen, maar zolang die los is, kon ik niks doen. Anders zeggen, je komt me vragen, maar VV heeft een zeker bouwen. Wat komt u me vragen? Dus nu is het zover, VV zegt dat die los gaat bouwen. Dus die andere dingen gaan, ik ga op smeekel beden, even een bedentour, meneer. Gemeenschap, help mij om die andere, met die andere dingen, huisinboedel ja, en een bejaardentehuis een beetje te renoveren, et cetera. Dus ga ik hun nu de gemeenschap vragen om mij of zichzelf daarmee te helpen. Nou, kijk, we hebben de mensen bij elkaar geroepen van de gemeenschap een beetje hier om ze te informeren wat er komt. Het is altijd goed dat je alle stakeholders bij elkaar hebt om te wijzen. En dan input te krijgen wat zij ervan denken, hoe er een verbetering kan plaatsvinden. Nu weten ze wat ze kunnen verwachten. Er komt een mooie zaal hier. Multifunctioneel. Je kunt het verschillende sociaal, cultureel, religieuze activiteiten zelfs. Dus zoiets gaat een unicum zijn voor Weg naar Zee. Omdat u weet, dit soort faciliteiten zijn vaak ook heel duur. Maar gezien de sociale aard van de stichting, wat Pandit Bayinaat hier doet, heeft hij ook gezegd, dit kan hij openstellen. We hebben gezegd, oké, dan gaan we participeren. We gaan sponsoren bij elkaar halen natuurlijk. Laten we kijken wat we kunnen doen om dit hier neer te zetten. Zodat de gemeenschap volop gebruik kan maken ervan. Als er buiten te veel aan kosten gemaakt worden, sommige huwelijken, mensen die het niet breed hebben en toch kunnen doen, hebben dan de mogelijkheid om hier gebruik van te maken. Ja. En het is een mooie plek, het is een bedevaartsoord. Dus het komt mooi uit. Nee, wat ik bedoel met vormen geboorte, er zijn generaties aan
mijn eigen familie hoor, die hier is, die hier in de buurt is gevestigd natuurlijk, de familie. En vandaar dat ik zei, we kennen de plek al zo lang. Er zijn verhalen voor mijn geboorte, die dan aan me meegegeven zijn over hier. Je voelt hoe precies zo, volgens getij, mensen vroeger uit het hoofd berekenden en zo. Dus vandaar dat ik zei, voor mijn geboorte al ben ik hier, want het lijkt alsof ik alles nou wist al voor die, vanaf die tijd. En vandaar dat je ook een speciaal gevoel hebt voor de plek, toch?